over de rooie. Brian, goedenavond. Goedenavond. Gaat-ie lekker? Ja, best met jullie. Ja, heerlijk. Heerlijk, heerlijk voor de donderdag. Mooi zo. Hey, we gaan Mitchell in de zeik nemen, hè? Dat klopt. Maar jullie doen samen iets wat, niet heel erg mainstream is. Nee, dat is weinig bekendheid, maar wij doen dan sportbowlen. Gewoon echt professioneel bowlen? Ja, echt professioneel bowlen, dat klopt. Ja, oké. En dat is hier in Nederland misschien niet zo groot, maar in Amerika is dat het ding. Als je daar, weet je wel... Ja, dat is echt een walhalla daar. Ja, en die gasten hebben natuurlijk ook allemaal een eigen bal. Ja, klopt. En dat hebben ik en mijn broertje dus ook. Oh, okay. Heb je er één of heb je er meerdere? Ja, we hebben er gelukkig meerdere. Ja, okay. Gaan we nou weer beginnen over nee, de ballen? Nee, maar dan ben ik... Nee, ja. Bedoel, nee, ik heb het gewoon over zijn bowlingballen voor de duidelijkheid. Nee, oké. Okay. Ja. Het lijkt me praktisch als je... Ik heb er zelf twee en hij heeft er drie. Dus, ja, precies. Oké. Okay. Okay, ja. En mag ik vragen, gewoon puur qua indicatie, wat kost een custom-made bowlingbal? Nou, je hebt ze tussen de 400 en 600 euro. Zo. Per stuk. En dan nog alleen de bal en dan moet er alles nog bij komen. Dus dat is echt heel duur. Oké, okay, nou ja, en jij gaat je broertje bellen en we maken het wel mee wat er gebeurd is. En als je hem binnen anderhalve minuut over de rode krijgt, dan pak je alle prijzen, Brian. Ik ga het hopen. Oké, okay, we gaan hem anoniem voor je bellen. Daar ga je. Succes. Dankjewel. Met Mitchell. Yo, Frits, met Brian. Yo, doe jij zo laat wakker? Ja, ik ben net thuis van die wedstrijd, toch? En ik moet je eigenlijk even iets vertellen. Ik weet niet, waar ben je? Ja, ik ben bijna thuis. Oh, nou, ik heb jouw bowlingballen weer meegenomen vanavond. En, alweer? Ja, alweer. Sorry. Ik had die voor jou even nodig. Maar ik vond hem zo lekker gooien dat ik hem eigenlijk vandaag om heb geboord naar mijn eigen hand. Nee. Ja, echt? Niet. Ja. 1 april is nog niet, hè? Het is nog geen 12 uur geweest. Nee, ja, ik maak echt geen grapje. Ik heb jouw stormbal om laten boren tot mijn eigen hand. Nee. Ben je serieus? Jawel. Ja, het is echt geen grapje, Mitchell. Maar dat kan toch niet? Ja, tuurlijk wel. Ik heb hem dicht laten gooien. Nee, ja, maar ik heb hem morgen zelf nodig. Zaterdag zelf nodig. Ik moet zaterdag gooien. Voor wat? Ja, ik heb voorrondes van het toernooi. Ja, dat wist ik toch niet? Ja. Meen je dit nou? Ja. Maar je kan toch een nieuwe bal kopen? Nieuwe bal? Ja. Geld groeit niet aan de boom. Ja, nou, ja. Ik had hem nodig, sorry. Wat dacht je, man? Ja. Nou ja, ik... Doe het toch niet zomaar? Ik vond het wel handig. Nee, kom op zeg. Ja, sorry. Ja, sorry. Wat heb ik daar nou aan? Ja, nou ja, ik... jij gebruikt die bal niet. Ik kan die bal niet nog een keer laten omboren. Dat werkt niet. En dat is nooit altijd gedaan. Ja, maar je gebruikt hem toch nooit? Ja, nee, helemaal wel. Dat weet jij niet. Ik gebruik hem vaak. Heel vaak. Nou, ik zie het nooit en ik neem hem altijd mee. En nou had ik zoiets van, ik vind het eigenlijk wel goed. Ik ga hem zelf gebruiken. Ja, maar je kan toch niet zomaar die bal omboren, jongen? Waarom niet? Ja, waarom denk je? Denk je dat het kost, dat ding, jongen? Ja, een hoop geld. Ja, een hele hoop geld. En nu, wat moet het dan zaterdag? Ja, neem hem mee, zou ik zeggen. Ja, en dan? Dan met twee handen zo naar voren gooien of zo. Ik heb toch helemaal niks meer, Helm? Ja, nou ja. Dit zijn geen grapjes, hoor. Ja, nou ja. Dit is echt fucking pissig om nou, hoor. Ja, sorry. Ja. Je gebruikt hem toch sorry. Niet. Sorry, daar koop ik geen nieuwe van. Ja, wat doe je nou moeilijk? Ja, moeilijk? Ja, schijf uit hoor, Brian. Mitchell. Nee. Mitchell. Ja? Het is dan misschien nog wel geen 1 april. Wie is dit? Maar je bent live op Radio 538. Oh, meen je deze? Meen je deze? Ja, deze meent hij, ja. Sorry, Mitchell. Nee. Ja. Hey, en Brian? Ja? Ja! Ja! Brian, gefeliciteerd. Je wint een fresh cotton cadeaubon ter waarde van €50 plus 4 tickets en drankmuntjes voor 7th Sunday Festival op 15 mei op festivalterrein De Roost in Veghel. Oh, vet nice. Hey, heb je serieus daar voor mij in de zeik genomen? Ja, sorry, Mitch, ik moest wel. Ja. Ik ben echt hard uitgelachen over mijn ballen, dus ik moest het nu echt serieus gaan doen. Oh, nee. Nou, ik zeg gewoon nog steeds een shaky, jongen, van de boosheid. De AV.
avondploeg.